Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van de Vraag van de Week. Deze vraag gaat over het volgende. Waarom krijg ik niet alle punten bij deze vraag over de progressieve belastingen? En die is van Bas Malla. Het ging om het volgende. De vraag was, je kreeg een tabel en daarin stond informatie over het BBP van een land en over de belastinginkomsten van de overheid in dat land. En dan moest je op basis van die tabel concluderen dat het land een progressief belastingssysteem heeft. En hij gaf als antwoord, als je kijkt naar de belastinginkomsten en het BBP, dan zie je dat bij een hoger BBP de belastinginkomsten ook hoger zijn. En hij vroeg zich af, is dat nou eigenlijk een goed antwoord? Krijg ik daar alle punten voor? Want in het antwoordenboek staat namelijk dat uit de tabel kan worden afgeleid dat de belastinginkomsten in verhouding sterker toenemen dan het BBP. En daar zit tussen die twee antwoorden wel degelijk een verschil. Want ook bij proportioneel en bij een degressief systeem nemen de belastinginkomsten toe als het BBP toeneemt. Dus dat in verhouding sterker is echt super belangrijk als je het woord progressief goed wil toepassen. En dat kan ik nog even uitleggen aan de hand van de volgende toelichting. Zo, dus als conclusie kunnen we zeggen, je krijgt dus voor dit antwoord niet het volledige aantal punten. Want als je kijkt, een proportioneel belastingssysteem houdt in dat als het BBP verdubbelt, dat dan de belastinginkomsten van de overheid ook verdubbelen. Het percentage wat er betaald wordt blijft dus gelijk en daardoor is het proportioneel. Bij progressief is het dus zo dat als het BBP verdubbelt, dat dan de belastinginkomsten meer dan verdubbelen. Dus het percentage stijgt. En bij degressief is het zo dat als het BBP verdubbelt, dan de belastinginkomsten minder dan verdubbelen. Dus het percentage daalt. Dus het is erg belangrijk dat in progressief ook dat relatieve wordt meegenomen. Dus dat in verhouding de belastinginkomsten dus meer stijgen dan het BBP. Nou, ik hoop dat het hiermee duidelijk is en dat je die fouten dus ook zelf niet meer maakt. Heb je nou zelf een vraag over economie of bedrijfseconomie? Laat het hieronder weten in de comments. Top dat je deze video bekeken hebt en tot volgende week. Misschien behandel ik dan jouw vraag. Doei!